Er was eens een mooie jonge heks die woonde in het mooie dorpje Beek. Zij hield enorm van het leven en het hoogtepunt van het jaar was voor haar altijd de carnaval in de heksenketel. De vader van de jonge heks maakte zich grote zorgen over de toekomst van zijn dochter. Op een dag kwam hij in gesprek met de president van de cavalieren. Wel edelgedorste president, ik maak mij grote zorgen om mijn dochter en haar levensstijl. Kun jij mij helpen door van mijn dochter ook een nette, rustige dame te maken? Ach heer, waarom zou ik dat voor uw dochter doen? Voor een cavalier geen handvol mooie dames, maar een heel dorp vol. Maar president, mijn dochter kan iets wat alle andere vrouwen in het dorp niet kunnen. Mijn dochter kan de lekkerste erwtensoep maken die er maar bestaat. Ja, dat klinkt goed. Dat is een kunst die we bij de cavalier ook goed kunnen gebruiken. Als jouw dochter werkelijk zo knap is, breng haar dan morgen maar naar mijn huis en dan zal ik haar op de proef gaan stellen. En zo geschiedde het. Het heksje werkte gedwee mee en ging de volgende morgen naar het huis van de president der cavalieren. De president nam haar mee naar een kamer die helemaal vol lag met erwten. Hij gaf haar een grote ketel en een pollepel en sprak: alsjeblieft, ga nu maar aan het werk en als je vannacht van deze erwten geen lekkere erwtensoep gemaakt heb, dan moet ik je naar huis toe sturen en dan gaat het hele feest niet door. Maar denk erom, je mag geen toverkunst gebruiken. Ik wil echt verse, zelfgemaakte erwtensoep, anders eet niemand hem in het dorp en daar hebben we niets aan. Daar zat nu de arme heks en zij was ten einde raad. Ze wist helemaal niet hoe je erwtensoep moest maken zonder toverkunst. Haar angst werd steeds groter, zodat ze tenslotte in tranen uitbarstte. Toen ging eensklaps de deur open en Bacchus, de god van drank, feest en uitspattingen, stapte naar binnen en sprak: goedenavond, lief heksje. Waarom huil je zo? Ach, ik moet van al deze erwten erwtensoep maken en mag geen toverkunst gebruiken. Maar ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen zonder toverkunst. Als het me vannacht niet lukt, dan moet ik terug naar huis en dan stel ik mijn vader enorm teleur. Ik weet het goed gemaakt. Wat ben jij bereid te offeren als ik de erwtensoep voor jou maak? Ik bied je aan om de eerste prinses van de cavalieren ooit te worden. Ja, dag. Jij denkt toch niet dat ik als god van het carnavalsfeest dat kan toestaan? Dat zal bij de cavalieren niet gebeuren. Ik wil iets anders hebben. Iets wat belangrijk voor je is. Ik kan je mijn bezemstil aanbieden. Daarmee kun je vliegensvlug overal naartoe vliegen en zo aan alle feestjes tegelijk deelnemen. Nou vooruit, ga jij maar slapen. Dan zal ik de erwtensoep maken. Bacchus nam de bezemsteel aan en ging bij de ketel staan en roerde en roerde en roerde door tot de ochtend. De president kwam al bij zonsopgang en toen hij de heerlijke erwtensoep rook en proefde, was hij erg verbaasd, maar ook heel blij. Hij bracht de heks naar een andere kamer en vroeg haar nog meer erwtensoep te maken. De deur ging weer open en Bacchus kwam weer binnen. Ik zie het al, je hebt weer hetzelfde probleem. Wat geef je mij als ik van deze erwten erwtensoep maak? Wat je maar wilt. Aandelen in BVC, de grote toeter van KNA of het vaandel van de schutterij. Nee. Ik wil iets hebben wat van jou persoonlijk is en ook echt belangrijk voor je is. Wat dacht je van die hoed dan? Ja, maar dat is de hoed van het oneindige feest. Alleen met die hoed kan ik een oneindig leven vol feesten en uitspattingen volhouden. Zonder die hoed kan ik er hier in Beek met de carnaval geen heksenketel meer van maken. Tja, maar toch wil ik die hoed hebben. Bovendien heb je het carnavalseizoen niets aan. Want dan is er maar één hoed die telt, de steek van de nieuwe prins. Je mag er nog even van genieten, maar een week voor het nieuwe carnavalseizoen begint, wil ik dat je mij die hoed brengt. Bacchus maakte vervolgens nog eenmaal van de erwten overheerlijke erwtensoep. De volgende ochtend was de president zeer verheugd en kwam zijn belofte na. De heks daarentegen vergat haar afspraak met Bacchus. En toen kwam plotseling Bacchus op haar af en sprak: je hebt je niet aan je belofte gehouden. Over 3 dagen begint het nieuwe carnavalseizoen al en je hebt nog steeds de hoed niet gebracht. Ik kom hem nu halen. Ja,
Ja, maar dat is mijn leven. Dan heb ik helemaal niets meer. Ach, stop met dat gehuil. Ik weet het goed gemaakt. Ik geef je 3 dagen de tijd om de naam van de jubileumprins te weten te komen. Als je die weet te raden, dan mag je de hoed houden. De hele nacht dacht de heks na over alle namen die ze ooit gehoord had. En ze stuurde een bode door het dorp om overal na te vragen wat er nog meer voor namen waren. Toen Bacchus de volgende dag kwam, begon zij. Is het Teun de Boer? Nee. Is het dan Alfred Kersten? Nee. Is het Sascha Merkus? Nee, zo heet hij niet. Raad maar lekker door. Ik kom morgen wel weer terug. De volgende dag wist ze weer niet de juiste namen te raden. Ten einde raad ging de heks naar de plaatselijke kroeg. Misschien dat ze daar nog iets te weten kon komen. Maar helaas, toen ze door Francine met de bezem het café werd uitgeveegd en langs het kleine kerkje liep, hoorde ze iemand zingen. Ze sloop dichterbij en zag dat het Bacchus was, die een beetje te diep in het glaasje had gekeken. En hij zong. Heden drink ik, heden feest ik, morgen haal ik de heksenhoed. Wat een geluk dat niemand weet dat de nieuwe prins. Je kunt wel begrijpen hoe blij de heks was toen ze de naam hoorde. Ze kon niet wachten tot de volgende ochtend. Zo, daar ben je dan. Dit is je laatste kans. Je wordt de nieuwe jubileumprins van de cavalieren. Er zijn nog maar 3 mogelijkheden. Nou, vertel maar. Volgens mij is het Joost Westeneind. Nee. Is het Bart van der Bos? Nee. Maar dan weet ik het. Dan kan het er maar 1 zijn. Dan is het... Alaaf, alaaf, alaaf. Het eten is al klaar, dan spring ik snel onder de douche. Smeer gel in mijn haar, ik wil chansen met jou. Een half uurtje later sta ik in de rij. Gelukkig schiet het op, de deur komt dichterbij, want ik wil chansen met jou. Steeds maar weer zeg ik elke keer, ik wil chansen. Zitten achter aan de bar, ze zijn een jaar of 40, 50. En lachen me vaak na, maar ik wil chansen met jou. Ze knijpen in mijn kontje, daar zit ik niet mee. Een gemakkelijke prooi, maar toch zeg ik nee. Ik wil chansen met jou. Ik heb voorlopig wel genoeg gehad. Ik heb ze allemaal gezien en allemaal gehad. Ik wil chansen met jou. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen de nieuwe prins van de heksenketel, Jurgen op de Kam. Ja jongens, dit wordt een goeie hoor. Dit wordt een hele goeie. Dit is een mooi moment, Jurgen, of niet? Heerlijk. Ik denk dat je bij zo'n moment moet jij denk ik de mensen bij je hebben die heel dicht bij je staan en waar je veel van houdt. Weet je wat ik doe? Ik ga ze halen. Isabel.
Isabel. Ha! Mooi, hè? Maar dan hebben we er nog twee. Niki, Wout, kom op. Kom. Nou, volgens mij is dit het mooiste plaatje van de hele avond. Hè? Nee? Nee, ze hebben het tot het laatste moment geheim gehouden. Niki en Wout, die weten eigenlijk nu pas dat papa hun prins wordt. Nou ja, prins, er moet nog wel wat gebeuren. Ik denk dat we dat maar meteen gaan doen. We gaan je aankleden, Jurgen. En wie kan dat beter dan onze kerstverse voorzitter? Die doet dat natuurlijk ook voor het eerst vanavond. Dus die is rete zenuwachtig. Mark en Bühne voor onze nieuwe voorzitter. Paul de Wijze. Ja, Paul, voordat ik jou de microfoon overhandig. Jij hebt altijd tegen mij verteld van, ik heb toch wel behoefte aan enige backup. Mag ik dan de Raad van Elf ook even op het podium? Raad van Elf en de rest van de Senaat ook graag even naar voren. Ja jongens, we willen er een feestje van maken. Feliciteren, dat doen we straks. Ik begrijp dat jullie allemaal net zo enthousiast zijn als wij over die nieuwe prins. Paul, jij hebt je eigen microfoon? Ja, ik heb mijn eigen microfoon. Het mooie is, hij doet het. Nou, heel fijn. Dan hou ik mijn mond dicht verder. Naar innen. Weer een zeer verrassende prins. Prins Jurgen. Alleen één man wist het. Jan Julius, jij wist het. Maar het mooie is van deze prins, ik ben ooit prins geweest. En toen heb ik hem de kneepjes van het vak geleerd. Toen was hij nog gewoon adjudant. Ik zei nou, hij vroeg aan mij, hoe is dat nou om prins te zijn? Nou, ik heb mama tips gegeven, kon hij niet onthouden. Ik zei nou, een beetje inschatten, het duurt ongeveer 15 jaar voordat jij prins wordt. En hier staat hij, onze nieuwe jubileumprins. Adaf, adaf, adaf. Maar een prins is geen prins als er niet allerlei dingen bij horen. Ja, prins Jurgen. Er zijn heel veel vragen die wij hebben, maar de eerste vraag. Wie
zijn... Wat zeg je, Paul? Wie zijn uw pages? Mijn pages zijn Lotte van Bentum en Ilse van het Erve. Alaaf, alaaf, alaaf. Lotte en Ilse, waar zijn jullie? Ja, de Bart gaat jullie ophalen. Weer twee wonderschone pages, zoals we dat ieder jaar gewend zijn hier in de heksenketel. Maar een kabinet, een prins met twee pages, daar hoort nog wat bij. Een president, ja. Maar daar komen ook twee adjudanten bij. Prins Jurgen, wie zijn uw adjudanten? Die meneer met het rode hoofd, Joost de Westeneind en John Kremers. Alaaf, alaaf, alaaf. Ah, dat zijn... Dat is één oude rot in het vak. Dat is één rotte in het vak. En een schilder. Oh, wat geweldig. Wat een kabinet. Ga even naast bekijken. Oh. Joost, heb jij Isabel al gekust? Vanavond, sorry. Ja, iedereen is blij. Wat een uitstraling nu al. Hè? En ze moeten nog. Jurgen. Nou moet die lui naar voren. Mag ik... Een prins is een prins met kabinet als hij al zijn onderscheidingen, zijn steek, zijn scepter en zijn ketting heeft. En daarvoor hebben wij altijd mensen in onze gemeenschap die een speciale functie hebben. Ik heb mij laten vertellen dat er iemand van de gemeente, Groesbeek, binnenkort Bergendal, aanwezig is. Ria Barber, is die aanwezig? Mag ik die naar voren vragen? Mevrouw Barber. Ja. Ik weet... Daar komt ze aan, daar komt ze, aan, nee, mevrouw Barber, Ria Barber. Ja, Bart, mevrouw Barber. Die kon de spanning niet aan. Die is voortijdig. Ja, en mevrouw Barber, die is meteen naar huis gegaan om alles te verwerken. En die komt morgen zeker. Maar, van de notabelen, zoals we dat noemen, wil ik ook graag naar voren het koningspaar. Koning Walter en zijn vrouw Jitske. Met de Butermars. Bart, ga ze halen. Oké,
Het gaat erom, dit zijn allemaal hele officiële, plechtige plichtplegingen. Het omhangen van de versierselen. En het zetten van de steek. We hebben gekeken wie lijkt er het meest op mevrouw Barber. En we hebben een lookalike. Heinz, zou je even willen komen? Heinz van Bentum. Ja. Enfin, we hebben dus nu twee mensen gevonden die de officiële plichtpleging gaan doen. Nou vraag ik even, voor mij is het de eerste keer. Wat wordt het eerst omgehangen gezet? De ketting. Walter en Jitske. Mag ik jullie verzoeken? Aan prins Jurgen. De ketting om te hangen. Dit is een heel plechtig moment. Ja, hij begint steeds meer op een prins te lijken. Hij is het nog niet, hè? Nee. En dan de andere officiële, inofficiële man uit onze gemeente. Nu nog Groesbeek. Daar heeft hij zijn bedrijf. Heinz, mag ik jou verzoeken de scepter aan prins Jurgen te geven? Nee, de steek mag niet op in zo'n geval. Nee, de scepter. Scepter. Zo. Ja. Dat is het eerste kratje wat prins Jurgen al moet geven. Inderdaad, dat had Ria Barber ook gedaan. Ja, Jurgen. En dan mag ik. Ja, het lijkt me mooi dat jij deze overhandigt, Paul. Ja. Ik heb gehoord dat jij vrij goed bent met mutsen, dus aan jou de eer. Jurgen. Hij is compleet. Prins Jurgen, onze nieuwe jubileumprins. Alaaf, alaaf, alaaf. Maar dan is het natuurlijk zo dat hij niet door het leven zal gaan als prins Jurgen, de jubileumprins. Jurgen, hoe gaat men jou de komende maanden hier een week noemen? Prins Jurgen, de bonenteller. De bonenteller, jongens. Driemaal alaaf, prins Jurgen, de bonenteller. Kijk, we hebben volgens mij het officiële gedeelte hebben wij nu achter de rug. Wat wij nu gaan doen is de proclamatie. Ik weet niet, Jurgen, heb jij toevallig wat onderscheidingen bij je? Het lijkt mij een heel mooi moment om onze notabelen te voorzien van jouw onderscheiding. Ja? Ga je gang. Marcel, er is even onduidelijkheid. Wat is zijn exacte naam geworden? De bonenteller. De molenteller? Bonen. Jij bent niet zo goed met de B, de bonenteller. Oké. Prins Jurgen. Dat is... Bonen?
Oh, wat is even een... De bonneteller? Bonenteller. Bonen. Bonenteller. Goed jongens, we gaan er even een intiem feestje van maken. Mark de Butemas voor onze schutterij BUB. Dank voor de plichtpleging. Mag ik de rest van de Raad van Elf even verzoeken achter de desk plaats te nemen? Klaas, Ferdinand, Heinz, bedankt voor jouw diensten. Een Bunamars heb jij niet nodig, dat kan wel zonder Bunamars. Wil jij per se een Bunamars? Neem hem mee, alsjeblieft, neem hem mee. Nou, daar staan we dan, in vrij intieme kring, ons nieuwe kabinet, met de partner, met de kids, met onze voorzitter. Jurgen, dit lijkt me ook het geschikte moment dat jij de rest van het kabinet jouw onderscheiding overhandigt, zodat ze in ieder geval, als we de zaal ingaan, dat het allemaal in volle ornaat is. En dan worden nu de onderscheidingen omgehangen. Hoe zien ze eruit? Wie heeft ze ontworpen? Waar lijken ze op? Hoeveel bonen zullen we tellen op de onderscheiding? Nou Paul, ik heb de laatste tijd... Paul, ik heb de laatste tijd veel onderscheidingen gezien. Maar dit is echt een goeie. Ik heb nog geen één onderscheiding gezien die zo goed op Jurgen lijkt. Nou, daar heb je gelijk, want die van vorig jaar die leek er absoluut niet op, hè? Bijvoorbeeld. Helemaal mooi. Jurgen, jij weet dat wij binnen de cavalieren, dat wij onze eigen 10 geboden hebben. Maar dan kennen we ook nog zoiets als een proclamatie. Waarin jij dus eventjes aangeeft wat jij de belangrijkste zaken vindt waarmee Beek de heksenketel rekening moet houden. Ik denk dat dit ook wel een fijn momentje is om die proclamatie te delen met deze zaal. Mag ik de proclamatie? Of ken je ze uit je hoofd? Yes.
Mariska, let goed op nou, hè. Wij, prins Jurgen de Boneteller, bij de gratie van de jubilerende carnavalsvereniging De Cavalieren, als trotse prins van de heksenketel, carnavalsbeest in hart en nieren, getrouwd met Isabelle, vader van Nicky en Wout, nooit een festiviteit missend en eeuwig de tijd vergetend bij een feestje, proclameren. Ten eerste, dat niemand dit 55-jarig jubileumseizoen van de Cavalieren mag verzaken. Diegene die dat wel doet, is een... Vul zelf maar in. Ten tweede, dat de Cavalieren het in Keulen zullen laten donderen, maar bij de andere activiteiten ook met velen voorop zullen lopen. Ten derde, dat de Cavalieren ook binnen de nieuwe gemeente Bergendal liefde zullen blijven kweken en vergaren voor Beek en de Bekenaar. Dat de zeepkistenrace uitgroeit tot zo'n groots evenement dat ze in Valkenburg jaloers worden en het de Red Bull vleugellam maakt. Ten vijfde, dat in de nieuwe gemeente Bergendal alle monniken gelijke kappen hebben en de Beekse wagenbouwers eindelijk ook onderdak krijgen. Ten zesde, dat iedereen zijn kater op dinsdag niet in bed laat liggen, maar meeneemt naar een vernieuwde kroegentocht, zodat we in ouderwets grote getalen om 11:50 de heks kunnen verbranden. Ten zevende, dat de jeugd zijn eigen raad van 11 krijgt, zodat het carnavalsvirus vroeg bij de jonge generatie met de paplepel naar binnen wordt gegoten. Ten achtste, dat deze prins de scepter goed zal verstoppen, zodat niemand dit kabinet kan foppen. Ten negende, dat de Cavalieren dit jubileumjaar eindelijk een eigen vrouwelijke dansgarde krijgt. Ten tiende, dat iedereen deze carnaval zijn serieuze masker laat vallen en niets doet wat de prins ook niet zou doen. Dan komt het allemaal goed. En ten elfde, dat wij met paasjes Ilse en Lotte als mijn linker en rechterhand en Joost als John als adjudant 55 jaar Cavalieren groots gaan vieren, waarbij we zeggen, pas op je tellen, want met carnaval is niemand te voorspellen. Nou, dan weten jullie ook wat volgens Jurgen de belangrijkste zaken zijn om de komende periode rekening mee te houden. De proclamatie zag er overigens weer schitterend uit. Echt een pronkstukje, moet je heel zuinig op zijn. We gaan eigenlijk over tot het allerlaatste officiële moment van deze avond. Het is natuurlijk zo dat in Beek gonst het van de geruchten. Wie wordt er prins, wie wordt er geen prins. We hebben onze totoformulieren. Wij als Cavalieren halen die dingen op. Er wordt ontzettend veel werk aan besteed. Onze loterij, het is natuurlijk het mooiste dat de prins zelf gaat trekken wie dat de hoofdprijs gaat winnen. De winnende loten, daar heb je ze al. Hebben wij ergens iemand met een trommel die een mooi roffeltje kan geven? Haha, kijk. Iedere keer weer nieuwe kwaliteiten boven die tafel. Hè? Ja, schitterend. Nou moet je wel even volhouden. Gerrit, ben jij in de buurt? Mag ik de bühne voor Gerrit? Gerrit deed vorig jaar ook fantastisch. Waar is Gerrit als je hem nodig hebt? Nou, hier is hij dan.
Ja, deze kans moet je grijpen, Gerrit. Mooi zo. Wij gaan nu 3 loten trekken. En we beginnen bij de 3e prijs. Gerrit, swing it on, babe. De 3e prijs is gewonnen door Constraathof, Kasteelselaan 32. Constraathof. De 2e prijs. De 2e prijs is gewonnen door de heer of mevrouw Roggeveen. Is meneer of mevrouw Roggeveen toevallig in de zaal? Nee? Oké. Okay. De 1e prijs. En de 1e prijs, Marcel, kun je het nog 1 keer vertellen? Wat is de 1e prijs? Jurgen, wat is de 1e prijs? De 1e prijs, die persoon mag samen met nog iemand met de Rozemoontaak mee bij ons op de wagen. Naast uiteraard een staatslot. Kijk, maar wie wordt dat? Ja, dat is niemand anders als Joost Jansen. Joost Jansen toevallig in de zaal? Ja, zijn broer. Ik weet hoe dat gaat in families met prijzen die gewonnen zijn. Nou, naar rennen. Dit was eigenlijk het laatste stukje officiële plichtplegingen dat we gehad hebben. Ik vind dat je het goed gedaan hebt, Paul. Ik was zenuwachtig. Ja, dat begrijp ik. Maar je hebt het er weer goed van afgebracht. Wij bedanken jullie in ieder geval allemaal voor de aandacht voor dit officiële gedeelte. Maar ik hoop dat jullie nog even blijven hangen. Want we hebben toch wel zin in een knallend feestje hierna. Wij gaan in ieder geval de zaal in. We nemen de Raad van 11 mee op sleeptouw. We gaan er wat van maken. Ik hoop dat jullie morgen ook nog allemaal in de gelegenheid zijn om naar onze receptie te komen die om 11:30 begint. Heel goed. Heel goed. Op dezelfde plaats mag ik de Raad van 11 naar voren roepen. En dan gaan we nu een lekker feestje bouwen. Misschien. En dat is dan voor de muziek dat wij onder het persoonlijk mupke van prins Jurgen de Boneteller de zaal in kunnen. En dan gaan we dan nog tot in de late uurtjes een lekker feestje van bouwen. Bedankt allemaal en tot morgen.